Hoppa! Oké, ja, dit ding is echt paupersterk. Ik ga bij deze, mark my words. Ik ga Fortnite weer helemaal grinden. Yo guys, tot dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het weer tijd voor Fortnite. En ik heb besloten om deze week gewoon alleen maar Fortnite te uploaden. En kijken hoe leuk jullie dat vinden en of dat jullie ook weer een beetje bevalt. En natuurlijk, als ik weer Fortnite ga spelen, moeten we even die kleine promotie gaan maken voor mezelf. Ik vind dat dat mag. Ik ga naar de itemshop. En dan zie je staan creator, supporter, 2 torben. En aangezien ik nog helemaal geen ene moer heb op dit account, gaan we iets kopen voor mezelf. Ik vind dat mag. Dus ik doe boom purchase. Ik heb crystal gekocht met mijn eigen code. Heb jij dit nou ook gedaan? Of koop jij items met mijn code? Stuur het dan naar mijn Instagram @vtorben of naar mijn Twitter @vtorben. En dan ga ik in de volgende video gewoon de hele tijd wat mensen shoutouts geven. Nu is het zo dat ik vandaag heel veel Fortnite video's ga opnemen. Dus waarschijnlijk pas vanaf volgende week komen ze in de shoutouts in de video's. Maar doe het vast. Want dan is de grootste kans dat je in mijn video komt met een shoutout. Heb ik hem nou meteen aanstaan? Nee. Nu wel. Boom. En dan wil ik ook nog een leuke pickaxe. Item shoppa. Boom. Die hebben we ook gehaald. Hoppakee. Wat wij vandaag gaan doen. Ik ga gewoon lekker arena spelen. En ik ga weer kijken of ik Road to Pro Gamer kan worden. Want ik was gewoon echt wel goed in Fortnite. Toen heb ik gewoon maanden niet gespeeld. Of heel af en toe. En nu is dat gewoon echt een beetje, ja, toch wel weer drama geworden. Dus wij gaan gewoon kijken of wij gewoon weer lekker goed kunnen worden. Kijken hoe hoog we kunnen komen in arena. We zien het wel. Vind je de video leuk? Doe een blaadje omhoog. Abonneer beneden op mijn kanaal. En we hebben bijna die 420.000 abonnees. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. Ook jij, Lucas. Ik weet dat er een Lucas deze video kijkt. Wil je ook abonneren op mijn kanaal? Zou ik super lief vinden. Alrighty. Ik ga naar retail, heb ik net besloten. Ja, ik ga naar retail. Dat is bekend terrein. Pro worden op bekend terrein is misschien wel het makkelijkst. Ik weet wel dat er een aantal dingen zijn aangepast in de game. Qua huizen en hoe het eruit ziet. Maar daar moet ik dan allemaal nog maar een keer achterkomen. Ik ga ook even een beetje loeren of wij een lama kunnen spotten. Want jullie weten het. Volgens mij, elk potje dat ik opneem, zie ik wel ergens ooit een lama. Maar ik ga toch heel eerlijk zijn dat ik het gevoel heb dat ik die nu niet zie. Maar hey, wacht, zie ik er daar wel een? Nee, nee. Oh, ik moet iets lager. Anders ga ik... Ik wou net zeggen, ik ga niet halen. Hey, iemand is op dat ding aan het... Hey! Oké, ik ga deze shotgun hier pakken. Wow! Yes! Yes, yes, yes. Eerste kill is binnen. Ik dacht al dat hij bij mij zou gaan landen. Maar we zijn pro-gamer aan het worden. Dus die eerste kill is gewoon al meteen gemaakt. Ja, dit is allemaal toch een beetje wack loot, noem ik het dan maar even. Dus wanneer hebben we hier een kistje? Oh, die zal wel beneden zijn. Boom. Even kijken. Give me some... Oh, volgens mij is dit wel een heel chill wapen. Ik heb er wel eens mee gespeeld. Volgens mij is het wel chill. En dan hebben we hier beneden een kissie, denk ik. Piem! Ja, nee, ik denk dat ik dan deze groene shotgun toch fijner vind. Kan ik namelijk sneller schieten als ik mijn kogels mis. Kan ik hier doorheen kijken? Nee, ik moet trouwens helemaal niet mee bezighouden. Ik ben pro-gamer aan het worden. Dan moet je alleen maar focussen op de game en heel veel hakken. Ik ken het ook allemaal niet meer hier, joh. Dit is ook allemaal weer veranderd. Ik heb het gevoel alsof ze de hele tijd het interieur hier veranderen. En als het goed is hebben we, ja, ik wou net zeggen, hier hebben we ook nog een kistje. Oké, volgens mij ben ik nu echt wel stacked. Als ik deze inneem, heb ik, ja, letterlijk 199 HP. Dat is echt zuur, maar maakt niet uit. Ik weet ook dat er nog iemand hier is geland in retail. Dus ik denk dat ik die gewoon ga proberen te killen. Maar ik weet eigenlijk niet waar die is geland. Eerst even nog iets meer bouwmateriaal fixen. Zodat ik 100% die fight ga winnen, G. Waar is hij? Hier, daar is nog niet geloot. Daar, bij dat huis. Jawel, ik zag dat het huis is al iets mee gebeurd. En dan denk ik dat die dat huis ook al heeft geloot. En al is doorgelopen naar een volgend huis. Ik denk dat dat het geval gaat zijn. Hallo? Hij is niet meer hier. Huh, hij is ook niet daar. Wacht, als hij niet daar is, zou hij dan weer naar mij zijn gelopen of zo? Ik heb het gevoel dat die guy geliefd is, want verder is er echt helemaal niks meer geloot. Heel raar, heel apart. Doe ik dit meenemen? Oh mijn god, ik ben echt stek, man. Als ik dit potje gewoon nu al verlies, dan moet ik me toch een beetje gaan schamen. Huh, er vliegt iemand. Wow. Hoe dan? Er vloog hier iemand. Hallo? Iemand heeft de launchpad gebruikt en die vloog letterlijk over mij heen. Oh, daar! Ja, ik heb hem gezien. I spotted you. Draai om. Oké, hij kan bouwen. En hij kan waarschijnlijk ook terugschieten. Oh, het is een kerstkin. Uh-oh. Oeh. Uh-oh, dit was niet slim. Ah! Ja! Holy shit, ik heb er... Wow, yo! Je hebt lootpick! Wat de... Hoezo heb jij zo'n goede loot? Wat is dit? Au. Oké, er is hier nog iemand. En die is daar
aan het chillen nog, denk ik. Of niet? Ja, oké. Pro gamer actie. Ik moet staal hebben. Oh, hij staat daar. Yes. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Ik ben pro. Hoppa! Ik zeg het toch. Ik ben pro geworden. Ik weet niet wat je allemaal wilt doen, pik. Hoeveel? Je hebt 1 volle pot. Oké. Ik zweer het je. Ik ga Fortnite weer grinden, pik. Ik ga echt. Ik ga bij deze. Mark my words. Fortnite weer helemaal grinden. Hé, die guy had eigenlijk. Had hij nog een shotgun of zo? Die eerste die ik heb gekillt dan, hè? Volgens mij niet. Of wel? Die heb ik dan gewoon nergens kunnen zien. Ik ga even checken. Boom. Die RPG die laat ik ook maar even voor wat het is. Die hoef ik niet mee te nemen. Huh? Er werd daar geschoten. Oké, even checken hoor. Ligt er ergens een shotgun? Had hij geen shotgun? Oh jawel, hier een grijze. Laat maar. En een bandage gun. Ja, nee. Dat zou ik in een normaal potje meegenomen hebben. Normaal potje had ik die bandage gun meegenomen. Maar in arena, als je een kill pakt, krijg je toch weer 50 HP erbij. Dus ik denk niet dat dat nodig is. Even houttak hoor. Oh, hier werd net iemand doodgemaakt. Is die er dan? Oh, er is er nog iemand. Oeh, dat deed pijn. Ik kom eraan, pro gamer. Dank je, Jezus, dat duurde even. Maar hij heeft een gouden. Bro, ik heb zo'n goede loot. Als ik dit letterlijk nog ga verliezen, moet ik mezelf wel een beetje schamen. Ik heb 2 launchpads. Ik heb een blauwe tactical. Ik heb een LMG. Ik heb alles. Alles. En ik heb 940 punten. We gaan even toch wel die 1000 scoren, denk ik. Ik heb weer een piramide. Ik heb zelfs een enemy gevonden. Ik ga gewoon echt. Boom. Gek. Nee, hij pakt ook 1. Wow. Oh, maar die kan ik ook pakken. Bro, I'm coming for you. I'm coming for you. En ik pak gewoon weer die LMG. En ik ga via links. Ah, nee. Nee, wat doe... Ah, dit kost tijd, Torbe. Dit kost tijd. Oké, hij is al daar. Kan je iets trager gaan? Oh, is dat nou weer van iemand anders? Waar is die guy? Ik heb hem! Nee, hoezo? Ik snap het niet. Waarom killen mensen mij zo snel met die gun? Ik ben vaker echt zo hard gelaserd door een mythic gun. Echt in 3 kogels of zo. Maar ik vond dat dit potje redelijk ging. We gaan gewoon nog een potje doen. Ik kan dit. Ik weet dat ik het kan, dus ik kan dit. Alright, aangezien ik net echt keihard ben aangepakt door de drumgun, ga ik gewoon naar de agency. Kans is heel groot dat daar echt keiveel mensen naartoe gaan. En die allemaal ook die drumgun willen, wat ik dus wil. Dus het is alles of niks, denk ik. Goed verwoord, Torbe. Mag ik even applaus? Ja, dankjewel. Zover ik weet staat die guy met de drumgun altijd hier achter. Je kan het nu niet zien. Dus ik hoop dat hij daar nu ook gewoon staat. En dat ik meteen lekker iedereen helemaal kapot maak. Maar ja, dat weet ik niet. Ik zie hier wel een shotgun, wat ik heel fijn vind. Kom maar, dank u. En dan stond hij hier binnen, maar ik zie hem hier. Ja, nee, hier staat hij dus zeker niet nu. Even sneller. Er zijn weer zoveel voetstappen en het kunnen dus ook gewoon robots zijn. En dat is heel irritant. Kan dit niet open? Oh, ik zie hem nog niet. Even wachten hoor. Zoveel voetstappen. Oh! Oké, lekker. Lekker, Torbe. Nice. Volgens mij ben ik nu wel het hoogste wat je kan zijn. Denk ik. Ik heb de drunken guy in ieder geval nog niet gevonden. Oké, we lopen even hierheen. Even kalma. Oh, ik heb echt knijtenveel bouwmateriaal al. What the fuck? Hoe kom ik hier aan? Ik vind het... Ah! Dat zeg ik, vind het eng. Valt hij nou? Er viel iemand dood. Jij bent echt een pannenkoek. Er viel iemand hier echt zwaar dood. Maar waar zijn al die mensen? Ik ga even hier naartoe lopen hoor. Oh mijn god, ik heb Deadpool. Ik heb degene die ik moet hebben. Ja, ik heb de gunnu. Ik heb hem. Fucking heb hem. Nou moet ik naar die kluis zien te komen. Oké. Waar is die kluis ook weer? Die is hier. Waar is die kluis? Daar. 20 meter die kant op. Oké, wacht. Er is hier nog iemand die leeft namelijk. Ik ga even hierin. Hopelijk hebben mensen dan gewoon niet door dat ik het ben. Ik zie iemand heel erg lopen en springen. En iemand zwemt. Ik ga gewoon even hier blijven zitten hoor. Oké, ik douw hem gewoon open. Volgens mij... Kan ik niet schieten? Ik heb hem wel! Ik heb hem wel! Auw!
Oké. What the hell? Oh, dit is een robot. Oké, volgens mij ben ik safe. Oh nee, er komen weer allemaal mensen, denk ik. Er is hier weer iemand. Ik wil shotgun kogels. Mag ik shotgun kogels? Oké, dat is weer een robot. Oké. We are safe, I guess. Holy shit. Gaan wij in silence? Nee, we gaan een normale doen. Deze wil ik. En ik wil shields. Of zal ik het zo doen? Fuck the scar. We doen het zo. Oh, er staat weer iemand. Yo, fucker. En hebben we hier nog kogels? Dan heb ik nu toch alles? Of niet? Ja. Oké. Weet je wat? Ik vind dit prima. Ik ben echt helemaal happy de peppy met wat ik nu heb. En dan zit hier iemand ergens te zwemmen of zo. Hoppa! Oké, ja, dit ding is echt, echt paupersterk. Sorry dat ik het zeg, maar dit ding is echt inderdaad paupersterk. Ik ga hier even sneaky... Heb jij... Je hebt een blauwe. Ik ga hier even sneaky chillen. Oh, de verkeerde kant. Oh, er is weer iemand. Hallo? Nee. Bup. Ik zie hier een kissie. Laten we die nog maar even snel pakken. En ik kan hier ook iets upgraden. Zou ik mijn shotgun of zo kunnen upgraden? Ja. Zou ik dat doen? Waarom niet? Ik doe dit nooit. Ik doe het gewoon een keertje. En misschien ligt er dan ergens nog meer bouwmateriaal. Wat ik weer op kan pakken. Boom. Oh, en ik kan zelfs goud maken. Maar dat kost me net weer iets te veel. Ik zie weer allemaal voetstappen. Even kijken hoor. Ik had hier ergens een guy gekild. En er komt daar een boot aan. Oké. Hier. Heb jij nog wat overgebleven bouwmateriaal voor mij? Nou, toch wel. Oh, en nou is die boot hier. Uh-oh, ik hoorde nog iemand. Help, ik hoorde... Uh-oh. Oh, god. Ik ga gewoon doen alsof ik hier niet ben. Misschien is dat slim. Het zijn drie mensen hier, in één keer. Zomaar. Calm your titties! Holy shit. Wie schiet dit? Wie schiet dat kapot? Like dead ass. Leven in ieder geval nog, dat is positief. Hoe ver moet ik? Oh! Hè? Waar dan? Ik snap hem oprecht... Niet vanaf waar. Schiet weer kapot dan. Doe dan. Nou doet hij niet. Ik denk dat ik even ga lopen. Mag dit? Dank u. Ik ga gewoon weg, denk ik. Oh, er zat er iemand helemaal erboven. Ik zag hem. Ik ga niet met de boot. Zeker niet. Want dan weet iedereen waar ik zit. Nou moeten we het een beetje tactisch gaan aanpassen. Oh, dat was niet op mij, hoop ik. Daar zat ook iemand boven ergens in. Zullen we kijken of we hem kunnen killen? Ja, dat gaan we gewoon proberen. Fuck it. Fuck a duck. Uh-oh. Ah! Oké, ik leef nog. Hoppa! Weg ermee! Weg ermee. Oh, hier beneden zijn weer mensen. En jij hebt een... Ah, je hebt niet verder echt boeiende loot. Oké, maar nu kan ik wel hier een beetje gaan kloten. Want hier zijn nog twee mensen. Ja, maar er zit er ook nog één daar rechts van jou, pik. Oh, gadver. Ah! Help. Deze guy is waarschijnlijk weer goed. Boei! Doei. Ik vond het niet leuk. Au! Ik ga echt gewoon een hele snelle loesoe zetten. En niemand volgt mij. Oh, wat goed. Oh, kijk nou. Oh! Wow. Hey, calm your titties. What the fuck was dat? Ik schrok me dood, man. Ja, ik wil eigenlijk wel dood hebben, zeg maar. Klinkt misschien heel hard, maar is wel de harde waarheid. Hij heeft die grappler, man. Die grappler is zo sterk. Er leven nog 13 mensen. Ik ga dit echt kalma uitspelen. Oké, ik zie daar één iemand. Heeft hij mij gezien? Ah, heeft hij mij gezien? Ik wou bijna gaan liggen, maar dat kan helemaal niet. Oké, hij heeft mij niet gezien. Oh, gadverdamme. Ik moet ook even wat hout hakken. Ik heb bijna geen hout. En dan moet ik ook nog die kant op. Gadverdamme. Ja, ik wil hem wel gaan proberen te killen, op principe. Ik denk niet dat hij door zal hebben dat ik hier ben. Heeft hij mij nou gezien? Heeft hij me nou echt gezien? Dat zou ik heel knap vinden. Want hij doet niks meer. Oh, hij heeft me niet gezien, denk ik. Ik denk dat hij me niet heeft gezien. Wat doe je allemaal raar? Je moet dichterbij komen. Kom dichterbij, alsjeblieft. Kom dichterbij, alsjeblieft. Kut, ik moet een andere gun hebben, man. Oh mijn god. Nee, waarom? Waarom doe ik dit nou? Waar ga je nou heen? Wat was dat? Oh, dit is zijn fucking glider. Nee, want nu... Nee, nu... Huh? Oh, nou is er hier iemand. Ik snap het allemaal niet meer. Heeft hij... Nee, oké, hij zit hier. Oké. Nou ga ik echt gewoon even... I don't know. Don't touch me. Ik ga hier chillen.
Wow, 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 wow. Kan ik dit nou hakken? Ja, dit kan ik hakken. Top, nice. Hij zit daar helemaal boven. What are we gonna do about this little situation? Leven ook gewoon nog echt nog 8 mensen. Dat is veel hoor. Ik heb wel 1200 punten. Oh, ik moet de andere kant op. Ik denk dat ik gewoon een beetje wacht. Is hij nou weg? Zo, die is gesniped. Thanks. Ik ga... What the fuck? Hoe heb je zo'n goede aim? Hoe heb je zo'n goede aim? Uh-oh. Hij komt er in één keer in dadelijk. Let op. Hij heeft een... Yep. Ja, oké. De serie heet niet voor niets Road to Pro Gamer. Dit is gewoon nog iets boven mijn niveau. Vond je de video wel leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Wij gaan gewoon weer veel meer Fortnite spelen. En kijken of we weer beter kunnen worden. Sowieso moet het wel weer lukken. En dan zie ik jullie in ieder geval morgen weer om 7 uur bij een gloednieuwe video. Check hier de vorige video uit. En dan zeg ik voor nu, later boys.